Mevrouw Paai, waarom heeft u deze zaak zo hoog opgenomen? Vind je dat? Nou ja, rechtszaak, schadevergoeding. Ja, vind ik wel. Als iemand je zo lang lastig valt met dat soort laster, wat het is. Zulke belachelijke dingen. Ja, dat moet je gewoon aanpakken. Ik ben het zat. Het constant over mij. De grens is bereikt. De grens is overschreden. Ja. En daarom is hij doorgegaan. Ze heeft mij daarom ook gevraagd. Wil jij de zaak gaan overnemen? Toen heb ik die van Langelaar overgenomen. Ik zeg alleen, ik ben geen officieel advocaat in Nederland. Maar we gaan ervoor. We gaan kijken. Nou zei de tegenpartij, ja, het is eigenlijk een storm in een glas water. Ja, dat vind ik helemaal... Een belediging eigenlijk. Ja, het is beledigend. Het is beledigend. Als je dus van iemand zegt dat je een sekspop gaat maken, waar je lekker van kan genieten, de rest van Nederland. En hij is ook nog warm. En hij sloopt ook nog nat. Ja. dan is dat geen storm in een glas water. Hij had laten blijken dat hij ook nog kon plassen. Ja, maar ja, u bent toch al wat gewend publicitair gezien? Misschien dat die vraag kan beantwoorden. Ze is natuurlijk heel veel gewend. Maar dit gaat veel te ver. Dat ze inderdaad met een ordinaire sekspop wordt zeg maar vergeleken. Terwijl deze vrouw 50 jaar in het vak zit, enorme succes heeft gehad. Ze heeft enorm mooi leven gehad. En nu is een ordinaire sekspop waar iedere man het mee kan doen. En dat is wat mijn meeste stak toen zij mee voor de eerste keer met de vrouw kwam. Een soort natrap. Ja. En dat kan niet. Dat moet. En gelukkig, de rechter ziet het ook zo. Nou, heeft Johan Vleming geopperd om een duet met u te gaan zingen? Vindt u van dat idee? Wat moet u? Hij wou toch een duet met u gaan zingen? Ja, nou, dat gaat nooit gebeuren, hoor. Dan moet je echt... Ik heb erom gelachen. Een duet met Johan Vleming, dat ziet u niet zitten? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Nee. U zingt beter? Ik ben een paar keer de beste zangeres van Nederland geweest vroeger. Dus nee, maar daar gaat het helemaal niet om. Ik ga gewoon niet met die man zingen. Hij is gek. Hoe kom je erop?